tegen zijn lijn geplakt en nu de 16 ingedoken. Jakker zijn eerste keer, Ribeiro. Bij dit soort fases. Hier de vrijtrap van Ocas op het hoofd van Le Point. En we gaan een eerste gele kaart krijgen. Edmundson ernaartoe. Diandi in één tijd voor Bourdoux. Goed van Schrijvers, maar de bal is snel weer voor Mouskroen. Mooi van Ribeiro voor Postolacci. Postolacci tegen de dwarsligger. Wat een kans voor Mouskroen. Maderner, prima. Edmundson, kijken. Maderner, bijna. Oeh, daar is de goal, natuurlijk. En zo komt Waasland Beveren op voorsprong. Ocas mag vieren. Hier nog eens zien. Goed werk van Maderner die positie zoekt, net als Ocas. Die neemt aan ter hoogte van het penaltypunt. Helemaal alleen gelaten. Kijk eens. Dat is prima gedaan. Hier nog eens. Wauw. Geweldige save van Mandanda. Op de poging van Effort. Goed naar binnen getrokken. En dan trap. Goed verlengd aan de eerste paal in de goal. En zo staat het net voor de rust. 0-2. Ongelooflijk. Mandanda alweer geklopt. En dat in de 45e minuut. Kan het niet geloven. Prima gelopen aan de eerste paal en binnengekopt. Het is de derde al van het seizoen voor Maderner. Een penalty omgezet door Mohamed was dat. Oef. Boca laat zich de bal ontfutselen door Jacobsen. Maderner trappen hard. En opnieuw in het midden van het doel. En Waasland Beveren neemt het over hier met Edmundson. Het gaatje zoeken, trappen, bal wijkt af en dan gaat hij erin. Het is toch weer niet waar, zeker. Twee goals en één assist voor de Fransman. Afgeweken bal. Ocas goed gevolgd en hij trapt hem binnen. Edmundson. En dan redt Mandanda nog. 4 minuten komen erbij. Cabran. Ja, die gaat er heerlijk binnen hoor. Fantastische goal van Cabran. Zomaar in de verre bovenhoek. Kijk eens. Vukotic die het luchtduel wint en dan snel genomen. Die bal van Anjouli Mini. Die zich de bal laat ontfutselen door Cablan. Kijk eens, dat is toch mooi omzien. Dat dit Waasland Beveren echt als leeuwen blijft vechten voor elke bal. Een nieuwe nederlaag voor de Urlu. Boegeroep vanwege de supporters.